Kookeiland. Ik ben Esmeralda en zoals jullie zien, ik sta weer heerlijk in mijn warme keuken. Het is nog de laatste dag van de hittegolf. En ik ga gewoon koken. Waarom niet? Kijk, ik zal jullie laten zien wie mijn vriendje is voor vandaag. De ventilator. Maar die was de verleden week ook. Dus die is er nu ook weer gezellig bij. Maar we gaan vandaag een leuke vlog maken. En het is een speciale vlog, kan ik jullie vertellen. Het is de 50ste vlog die ik ga maken. Dat is toch wel een applausje waard. Maar to the point. Wat ga ik vandaag maken? Nou, ik zal het zeggen. Ik ga voor het eerst maken courgette patat. Met parmezaanse kaas. Al ben ik de parmezaan vergeten. Maar dat ga ik op een andere manier oplossen. Zullen we eerst gaan kijken wat we allemaal nodig hebben? Komen jullie mee? De producten. De hoofdpersoon in deze vlog. De courgette. Maar we hebben meer spulletjes nodig. Zout. Italiaanse kruiden. Dat is de vervanging voor mijn parmezaanse kaas. Want die was ik vergeten en dit had ik nog in huis. Maar daar ga ik wat mee doen. Japanse kruim. En twee eitjes. Weet je wat? Ik ga met de courgette beginnen. Want die ga ik als patatjes snijden. Ik zou zeggen, komen jullie even kijken hoe ik dat doe. Zo, het plankje ligt klaar. De courgette haal ik deze. En deze er even af. Die ruim ik zo op. Ik heb hem trouwens even omgespoeld. En ik ga hem gewoon even in stukken snijden. Want ik ga natuurlijk patatjes maken. En deze ga ik trouwens gewoon in de oven klaarmaken. Ik pak even mijn bakje erbij. Kijk. Daar gaan ze straks in. Zo. En dan gaan we proberen patatjes te snijden. Geen idee, maar komt wel goed. Ik heb zo'n apparaatje ook. Zat ik nog aan te denken om dat te proberen. Maar dat is misschien leuk voor de volgende keer. Maar het is natuurlijk ook leuk om te zien hoe het gesneden wordt. Op de ouderwetse, handmatige manier. Hoehoe. Het is lekker warm. En ja hoor, we gaan weer lekker klagen. Maar daar ga ik jullie niet mee lastigvallen, kan ik jullie vertellen. Zo, dus in de tussentijd dat ik de patatjes snijd, ga ik dat op een hoog tempo doen. Dus als dit klaar is, ben ik weer bij jullie terug. Zo, een bak vol met courgette frietjes. Wat gaan we nu doen? Nou, zo, ik heb jullie er even bij gepakt. Want kijk, dit zijn de courgette frietjes. Wat gaan we nu doen? Ik ga er een schepje zout overheen gooien. Dat blijft er trouwens niet op zitten, maar dat is meer voor het vocht uit de courgette te halen.
Dus ik doe er 2 schepjes zout overheen. En straks, als we ze gaan gebruiken, straks als ik het ga bereiden, ga ik het zout er weer afhalen. Dus ik ga dit nog even door elkaar heen scheppen. Zo. En dit laat ik dan even een uur staan. Dus ik zal zeggen tot over een uur allemaal. Tot later. Zo, het uurtje is weer voorbij. De courgette is een beetje gaan verkleuren. Maar dat ga ik aan jullie laten zien. Ik ga ook proberen te laten zien hoeveel water er eigenlijk van een courgette afkomt. Dat is ook een leuk weetje om eigenlijk te weten. Hè? Kom, gaan we even kijken. Kijk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar ik zet jullie even neer en ik ga even een glas pakken. Zo, ik heb jullie even op het aanrecht gezet. Heb eventjes een theeglas gepakt. En ik ga het gewoon even afgieten. Kijken hoeveel eruit komt. Zonder dat de courgette eruit vliegt. Oh, wacht. Eigenwijze courgette. Hup, daar gaat er een. Nou, die pak ik er nog even uit. Maar dit komt dus na een uurtje met een beetje zout uit een courgette. En dat is aardig wel wat, hè? Kan ik wel zeggen. Nou, dit gaat weg. En ik ga de courgette eventjes droog deppen. Maar dat laat ik aan jullie zien hoe ik dat doe. Oh, ik heb jullie even op het aanrecht gezet. Mijn keukenpapier, die is hier. Hé, dat rijmt. Nou, ik leg eventjes wat keukenpapier neer. En daar ga ik de courgettes op leggen. Ik noem het even courgettes, maar het is natuurlijk courgettepatat. Kijk, en die gaan we dan even afdeppen zo. En natuurlijk een beetje proberen de zout eraf te krijgen. Zo. En natuurlijk droogdeppen, want dat is ook belangrijk. Betreft het vocht. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik ga jullie een klein beetje kantelen, want jullie staan op mijn hand. Zo, dat ziet er goed uit, toch? Nou, pak ik nog even keukenpapier. En ondertussen ga ik de oven voor verwarmen op 220 graden. Zo, die staat aan. En dan gaan we dit een beetje mooi verdelen. En ondertussen droogdeppen. En zoveel mogelijk het zout eraf deppen. Zo. Nou, dat gaat goed, hè? Nou, hier ga ik eventjes mee verder. Dus als dit klaar is, ben ik weer bij jullie terug. Zo. Ik pak eerst even een vork erbij. Want die heb ik nodig. Zo, eerste eitje. Tweede eitje. Die kluts ik even. Dat is zo waar we de courgette als eerste doorheen gaan halen. Even klutsen, 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 klutsen. Zo. En ondertussen pak ik ook een klein beetje
Japanse kruim. Die kan je gewoon bij de toko halen. Zo. En dan het rolletje betreft. Oh, daar valt wat. Het rolletje betreft de Parmezaanse kaas. Maar we gaan even kijken hoe we dat opgelost hebben. Terwijl ik sta te wachten op de courgettes, maak ik de even klein. Klaar is Kees. Dus, dit heb ik fijn gemaakt. Dit gooi ik door de broodkruim. Of de Japanse kruim. Je kan natuurlijk ook gewoon broodkruim gebruiken als je dat niet hebt. Zo. Alles eruit. Gaan we dit een beetje mixen. Zo. Alles klaar. De ovenplaat staat klaar. Dus wat gaan we doen? Je pakt een courgette. Haal je door het eigeel. Dan door de kruim. En dan leg je hem neer. Het belangrijkste is 1 voor 1. Dus zoals jullie zien hoeveel ik heb, ben ik voorlopig nog wel even bezig. Maar het slimste is vieze hand, kruimhand. En zo gaan we even door. Dus ik ga dit even doen op mijn gemakje. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Tot later! Even zien. Dit gaat nu 12 minuutjes even de oven in en dan ga ik ze omdraaien en dan gaan ze nog 10 minuten. Maar ik ben zo weer bij jullie terug. Zo, dan haal ik hem even eruit. Het gaat een beetje hard. Nou, het ziet er nu al goed uit. Ik ga hem eruit halen. Zo. Nou, dat ziet er goed uit, toch? Ik zal jullie even kijken of ik jullie dichterbij kan halen. Jullie staan nog op het statief. Kijk, dat zijn de patatjes. En dan ga ik dus maar de borden opmaken. Aardig warm. Dus ik ga de frietjes even verdelen. Zo. Kijk. Mijn courgette frietjes. De airfryer staat nog aan. Want ik ben vissticks erbij klaar aan het maken. Maar de courgette frietjes hadden de hoofdrol in deze vlog. Dus dan gaan we even proeven. Het schijnt het lekkerste te zijn met ketchup. Maar die had ik jammer genoeg niet in huis. En ik was ook nog iets vergeten. Misschien was het jullie opgevallen. Ik weet het niet. Maar die Italiaanse kruiden ben ik vergeten erop te doen. Maar het hoeft natuurlijk niet. Want je kan ze ook natuurlijk zo klaarmaken. Kijk, ik zal ze even laten zien. Zo komen ze uit de oven. Nou, dat ziet er toch lekker uit. Nou, dan gaan we even proeven.
Een klein beetje mayo. Ik heb Zaanse mayo trouwens. En dan gaan we even proeven. Mmm. Nou mensen. Het is wel even een werkje. Maar je hebt ook wel wat. En het is ook echt lekker. Maar ondertussen ga ik deze vlog even afsluiten. Leuk dat jullie hebben gekeken naar de 50ste vlog van mij. En leuk dat jullie hebben gekeken naar Kookeiland. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Oh ja, vind je dit nou een leuke vlog? Duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Dat is gewoon gratis en je helpt mij ermee. Want hoe meer abonnees, hoe groter het kanaal wordt, hoe meer leuke vlogs. Ik zal zeggen, tot de volgende keer. Doei!